De bikersunit van het Korps Politie Suriname is onlangs uitgebreid. De unit is nu ook ondergebracht in de districten Wanica en Marowijne, met name in Lelydorp, Albina en Mungo. Ook in Nikeri is de unit versterkt met het dubbele aantal medewerkers. De bikers kunnen zich makkelijker in het verkeer verplaatsen dan de dienstauto's. Dit maakt dat zij sneller ter plekke zijn en daardoor makkelijker kunnen inspelen op zaken die zich voordoen. De drukte van Paramaribo breidt zich uit naar de districten. Het KPS heeft daarom besloten dat de politie ook daar op de fiets vertegenwoordigd moet zijn. Korpschef Agnes Daniel, die gisteravond te gast was in het programma Panorama, geeft aan waarom er voor de uitbreiding is gekozen. En dat noodzaak dat je moet gaan kijken in hoeverre je politiezorg, de politiedienstverlening die je op dat moment daar hebt, of het nog appelleert aan die behoefte die er is. Behalve die normale reactie die we kennen van afgaan op meldingen en dergelijke, wanneer gemeenschappen zich ontwikkelen, komen er ook andere behoeften. Ja. En dat hebben we bekeken en we zijn tot de conclusie gekomen dat het wenselijk is dat we ook naar bepaalde andere wooneenheden, gebieden gaan. Zo hebben we gekozen voor, we hadden in Nikeri al, hè, dus ja. Paramaribo en Nikeri die zijn bekend. En hebben we gekozen voor Marowijne en voor Lelydorp. Zeker om de reden die ik net genoemd heb, veel economische activiteiten, ja. Veel meer mensen wonen en werken. Jermaine Elskamp is instructeur bij de Bikers Unit Paramaribo. Hij geeft aan waarom hij, als lid van deze belangrijke tak van het KPS, de uitbreiding toejuicht. Uitbreiding moet er komen. Maar we denken ook aan de andere kant, het materiaal, aanschaf van materiaal, kleding. We dragen een heel ander soort kleding. Ja, dat zie ik. Het is sportief, maar ja. Je kan makkelijk transpireren in zo'n tenue. Je kan ook makkelijk achter een verdachte aanrennen. Mm-hmm. Je kan je makkelijk bewegen in zo'n kleding. Mm-hmm. Als je misschien het gereedsuniform zou aandoen tijdens het transpireren, zou dat zichtbaar zijn. Mm-hmm. Of misschien wanneer je zou fietsen, zou het een beetje moeilijker gaan. Mm-hmm. Maar uitbreiding, ik sta er positief voor. Mm-hmm. Want de buurt, echt ze vragen gewoon naar bikers. En we zijn ook geliefd bij de kinderen. Mm-hmm. Wanneer we op scholen gaan, voor surveillance. Mm-hmm. Kijkt iedereen op naar ons. Mm-hmm. Dus we zijn ook een, wat dat betreft ook een beetje, ja, geef ook een beetje informatie en motivatie aan die kinderen. Mm-hmm. Omdat hun morgen moeten overnemen. Jermaine Elskamp, instructeur van de Bikers Unit Paramaribo. Hij sprak gisteravond in het programma Panorama over de uitbreiding die de Bikers Unit heeft gehad naar de districten Wanica en Marowijne.